Attention, official call from the referee for the Polish team to come to the start. Attention, 2 minutes to the start, all officials on the places. Ladies and gentlemen, welcome for the third day of the 2020 FISO World University Speed Skating Championships in Amsterdam at the Arbeiden Ice Rink. Today we will have the team pursuit for the ladies, the team pursuit for the men, and then the 1000 meter ladies and men on the program. And up till now we've had rain, we've had sun, we've had a lot of wind. Goedemiddag op deze donderdag, dag 3 van de wedstrijddagen van het WK schaatsen voor studenten. We hebben vandaag natuurlijk weer het nodige op het programma staan hier in Amsterdam-Oost op de Jaap-Edebaan, waar het zonnetje schijnt. Dat hebben we toch al gistermiddag ook gezien, maar we hebben ook heel veel regen gezien. Lisanne Buurman, die staat naast mij, co-commentator uit het marathonschaatsen, de top van het marathonschaatsen. En vandaag hebben we de ploegenachtervolging. Ja, de dames en de heren. We zien bij beide ploegenachtervolgingen dat we 4 landen in actie zien. Mm-hmm. Dus de kans op een medaille is 75%. Ja, we beginnen zo meteen met Polen. Heel even kort, wat houdt het precies in, ploegenachtervolging? We gaan zo meteen slechts in alle ritten 1 team in de baan zien. En dan word je weggeschoten voor 6 ronden. En dan is het zaak om kop over kop met z'n drieën bij elkaar te blijven. En dan zo snel mogelijk tijd neer te zetten. Eigenlijk is het een soort van tijdrijden bij het wielrennen. Ja. Want je zou denken bij ploegenachtervolging dat je achter een andere ploeg aangaat. Ja. En dat gebeurt ook wel eens, maar vandaag niet. Nee, je ziet vandaag dat het programma een beetje is uitgesmeerd. Dat we elk land apart op de baan gaan zien. Ja, want er zijn toch wel wat afvallers. En dat komt natuurlijk mede door het coronavirus, wat hier ook nadrukkelijk aanwezig is bij dit evenement, het WK schaatsen voor studenten. Daar gaan we zo meteen nog wat meer over vertellen. Wat heeft onder andere invloed bij Amerika uiteraard, die als laatste in actie komt in de rit nummer 4. Want er is natuurlijk een inreisverbod verkondigd deze dag. Laten we beginnen met Polen. Als ik kijk naar de lijst die wij hebben, dan Magdalena Cicion, de nummer 2 van gisteren op de 5 kilometer. Dan hebben we Karolina Gaszczeka, die heeft haar beste prestatie die ze heeft geleverd. De 4e op de 1500 meter. Ja, en dan de 3e is Olga Kaczmarek. Ja. Dat zijn de 3 dames. Waarom beginnen ze eigenlijk in deze houding, op deze positie, Lisanne? Meestal kijken ze even wie het snelst kan starten. En bij wijze van de dame met nummer 1 start niet zo snel. Dus dan staat ze wel naast de dame met een gele armband. En dan kan ze hier achteraan sluiten in plaats van dat ze erachter staat en dus al langzamer start. Mm-hmm. Kan ze nu meteen erachter. Ja. Ze schaatsen in totaal 6 ronden. Ja, klopt. De mannen krijgen straks, zien we in actie, die schaatsen dan weer 8 ronden. Ja, we zien hier de eerste overname. Dat overname, dat vindt dan elke ronde plaats? Dat ligt eraan. Soms zie je heel veel niveauverschillen in een team. En dan kiezen ze ervoor dat de sterkste dame wat langer op kop rijdt. Nu zie je inderdaad dat eigenlijk na 250... meter al de eerste wissel plaatsvindt. Mm-hmm. Nu rijdt de dame met de rode armband op kop. Nummer 2 met de witte armband reed er niet heel lekker achter in de slag. Ja, maar je zit nu ook wat tikjes tegen de billen aan. In ieder geval is het belangrijk om de juiste afstand te houden en eigenlijk zo kort mogelijk erop, kan ik me voorstellen. Ja, klopt. En je ziet wel eens dat om snelheid in de ploeg te houden, erachter zit je toch een stuk makkelijker. Dat de makkelijke snelheid van achter wordt doorgegeven naar voren. Mm-hmm. En dat zie je dan met de handen. De dames rijden nu echt met z'n drieën achter elkaar. Net even allemaal met de handen op de voorganger. En nu zie je ook dat de dame met de gele armband niet overneemt. Zij is dan waarschijnlijk de minste in het team. En dan
zal zij zo waarschijnlijk wel worden opgeduwd weer door de dame met de witte armband. Ja. Terwijl we halverwege zijn. Halverwege inderdaad 6 rondes in totaal. Bij deze discipline van het schaatsen is natuurlijk samenwerking enorm belangrijk. En wat denk ik ook veel getraind moet worden. Maar dat is misschien wel lastig voor deze dames. Want het zijn natuurlijk studenten. En ik kan me voorstellen, ze schaatsen ook op verschillende niveaus. Dat ze elkaar niet zo heel vaak... Ja, ze schaatsen misschien ook wel op verschillende banen. Ja, dat ze elkaar dus niet zo vaak zien en niet zo vaak trainen samen. Nee, nee. Dat gaan we straks ook wel bij de Nederlandse dames zien. Ja, ze rijden hier natuurlijk wel de hele week al met elkaar hun inrijrondjes. Mm-hmm. Dus ja, de meeste dames trainen niet altijd met elkaar. Nee. Nee, want voor mijn gevoel zie je best wel wat correcties. Dat ze elkaar net even een tikje geven of dat er wat communicatie plaatsvindt. Dat er nog niet heel gestroomlijnd gebeurt. Nee, je ziet nu ook dat de dame met de rode armband echt het leeuwendeel op zich neemt. En nu komt dan de dame met de witte armband weer. En je ziet ook dat de overnames niet heel gestroomlijnd gaan. Terwijl we de bel horen. Ik had het idee dat ze dat niet helemaal door hadden, want ze stonden een soort van stil. Ja, nou, ik twijfelde of dat meisje met de rode armband wachtte op de dame met de gele armband. Maar ze durfde net ook niet te duwen, dat gebeurt nu wel. Je ziet gewoon dat zij echt... je bent zo sterk als de zwakste schakel, zeg maar. Ja, want de tijd gaat erom als de laatste pas over de finishlijn is. Ja, dus mocht er een dame vallen, ja, dan ben je eigenlijk gewoon klaar. Ja. Nu zijn er natuurlijk maar 4 landen, dus mocht er een valpartij komen en nog één bij een ander land... Ja, het is gewoon zaak dat je dan zo snel mogelijk opstaat, maar voor de winst wil je dan niet meer mee. Terwijl nu een tijd van 3.29.68 voor Polen mogen noteren. Die gaan we zeker even noteren. 3.29.68, dus 4 ritten in totaal bij deze ploegachtervolging van de dames. De Nederlandse dames die komen zo meteen in rit 3 in actie. We gaan nu kijken naar Wit-Rusland die zich klaar gaat maken voor de stad. We kijken eens naar een livestream van NH Sport op Facebook en op de site. We volgen uiteraard het hele gebeuren van het WK schaatsen voor studenten deze week. Met allemaal interviews en dergelijke allemaal terug te vinden op de site en sociale kanalen van NH Sport. Naast mij staat Lisanne Buurman, vandaag de co-commentator, net zoals gisteravond. Gisteravond was natuurlijk het spektakel van de 10.000 meter voor de mannen, gewonnen door Victor Ramble. En Esmee Vissen was de snelste op de 5.000 bij de dames. Dat was een mooie oranje getinte avond. Trouwens, ook even over de weersomstandigheden. Dan kunnen we wel kijken naar het, dat zien we nu niet op beeld, maar dan kunnen wij wel zien vanuit onze plek hoeveel wind er staat. En dat is toch wel behoorlijk. Ja, er staat een flinke wind en bij de start en finish hebben ze dus wind mee. Wind in de rug. Ja, dus waar ze nu staan. Ja, en dan aan de overkant en in de bocht staat echt wel een flinke wind tegen. Dus dan is het zaak om de slag iets in te korten. Dus met lange klappen met zoveel wind werkt niet in je voordeel. Nee, hoge frequentie dus. Dat zouden ze dus nu moeten doen op dit rechte stuk. Wit-Rusland is dus van start gegaan. Ze zijn bezig aan hun eerste ronde. Laten we de namen er even bij pakken voor de volledigheid. Dat zijn niet altijd de makkelijkste namen. Fora Biova, Kova Leva en Nivon Tova. Dat zijn de 3 dames die uitkomen voor dit Wit-Russische team. Ja, nou, Kova Leva werd gisteren 4e op de 5 kilometer en werd eergisteren 5e op de 3 kilometer. Dus dat zal de motor van dit team zijn. Ja, want waar is dit team uit opgebouwd? Zijn het dan dus wat meer de middellange afstand schaatsers? Of is het ook wel handig om weer een sprinter bijvoorbeeld in je team te hebben? Ja, een echte pure sprinter wil je er eigenlijk niet bij hebben. Zeker niet in deze omstandigheden, omdat het gewoon onwijs zwaar is met de wind. Die echt wel een rol speelt. Mm-hmm. Het gunstigst is als je gewoon qua niveau aan elkaar gewaagd bent. En dan toch meer richting 1500 meter. Specialist gedaan. Ja, als je de snelheid hebt en er wel weer achter kunt herstellen. Dat is het voordeligst. Mm-hmm. En je ziet ook dat deze dames gebruik maken van de tactiek om elkaar op te duwen. Maar het verschil is al behoorlijk met Polen van het Wit-Russische team. Hoe bedoel je het? Nou, we zien daar de tijd ronde. Oh ja, 15 seconden. Ja. Ja, als dat het daadwerkelijk een verschil is. Dat is wel enorm, al na 1200 meter. Ja.
Ja, dat is een halve minuut. Ja, dat is 5 seconden per ronde nu. Zou dat zijn? Maar ja, ik heb het idee dat de tijdwaarneming een stukje achterloopt. Oké, maar als jij kijkt naar hoe deze dames het doen, zie je daar een duidelijk verschil in met Polen? Nou, je naar ziet techniek en hoe ze ten opzichte van elkaar schaatsen? Ja, je ziet nu dat ze in die bocht naar de finish toe, dat ze echt wel weer snelheid moeten gaan maken. Dat ze stilstaan, bijna, ja, spreekwoordelijk zeg maar, in schaatstaal. Je ziet dan dat ze echt vanuit dat rechte stuk tegen wind valt de snelheid zo omlaag. Ja, dat zie je nu ook aan de halve rondetijd van 19.8. Ja, dat omgerekend is dat gewoon een rondje 38.4 met z'n drieën. Het is echt vechten tegen de wind op dit stuk, waar ze nu rijden. Terwijl je eigenlijk dus behoorlijke voordeel zou moeten kunnen halen dat je met z'n drieën schaats, want je kan elkaar natuurlijk enorm uit de wind houden. Ja, ze hebben nu wel de grootste vrouw voorop. Dat zou ik misschien niet tegenwinnen. Vangt wel het meeste wind voor de rest. Ja. Maar je zag net ook al de dame met een rode armband die net echt nadrukkelijk achterom keek van zitten jullie nog achter me? En dat is dan inderdaad op het stuk wind mee loodzwaar als je dan wat minder bent. Mm-hmm. En wind tegen kun je mooi achterduiken. En wind mee moet je het gewoon meer zelf doen. En als je dan al tekort komt op de andere dames, dan kan dat best zwaar zijn. Ja, dat geloof ik. Maar wat jij net al zegt, dat ze achterom kijkt, er vindt dus best wel wat communicatie zo plaats in zo'n rit. Ja, verstaan zullen wij het niet bij deze dames. Nee. Maar communicatie is gewoon heel belangrijk in een teampursuit. Het is echt een teamonderdeel. En dan zien we nu ook de tijd van 3:38.09. Dan zien we de tijdwaarneming qua tussentijden vergeleken met Polen dus niet helemaal klopte, want deze dames zijn ruim 8 seconden sneller. Dus dat klopt inderdaad niet helemaal. Waar wij dachten dat ze er eerst 15 seconden onder zaten, dat was niet het geval en ze zijn er dus ruim boven geëindigd. Dus Polen leidt nog steeds deze ploegenachtervolging voor de dames, 4 ritten in totaal. En de dames van het Nederlandse team gaan we nu in actie zien, die maken zich klaar. Daar hadden wij nog een beetje twijfel over de samenstelling. Wat wij op onze inschrijflijst, de stadlijst, zien is Paulien Verhaas, Terre Jonkers en Femke Beuling. En waarbij Esmee Visser de reserve is, dus die komt er niet in actie. Maar daar had jij je twijfel over, want jij denkt dat Sanne in het hof van de partij zal zijn. Ja, en nu ik de dames zie is inderdaad met de witte armband Paulien Verhaar. Met de rode armband Sanne in het hof. En aan de buitenkant met de gele armband is dat Sterre Jonkers. Ja, dus geen Femke Beuling. En geen Esmee Visser. En geen Esmee Visser. Nee, die stond er in de, al bij als eventuele reserve. Maar dat is dus niet, verschijnt niet aan de stad. Volgens mij komt zij morgen in actie bij de laatste onderdeel, begreep ik. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja. Dat zal dan de massastart zijn. De massastart, de start inderdaad. De Nederlandse dames zijn van start gegaan. 6 rondes dus in totaal. Polen op dit moment aan kop met 3:29.68. Dit is op de tweede plek. Of de dames de snelste tijd kunnen neerzetten. Weet jij zo of deze dames vaak met elkaar op de schaatsbaan staan? Nou, ik weet dat Sanne en Sterre, de dames op plek 2 en 3 nu, die trainen wel al bij het gewest Friesland. Alleen Sanne traint bij de senioren en Sterre traint bij de junioren neo-senioren mee. Dus ja, die trainen eigenlijk niet heel vaak samen. En Paulien Verhaar is afkomstig uit Enschede. Mm-hmm. De dames zullen niet heel vaak samen rijden. Maar al deze dames hebben ook enige marathonervaring. Dus dan kun je vaak wel iets makkelijker je slag aanpassen. Je ziet ook nu dat Sanne in het hof op kop in elkaar duikt, wind tegen. Kijk, kan je dat nog even meer uitleggen, dat je makkelijk je slag kan aanpassen als je vanuit marathon of dat je ervaring hebt met het marathon schaatsen? Wat bedoel je daarmee? Nou, als je in een peloton rijdt, dan neem je sneller de slag van je voorganger aan. En je weet dat dat makkelijker is om te volgen. Als jij rondom je eigen slag gaat rijden, dan vang je eigenlijk je eigen wind iets meer. En dat is zonde van je energie. Ja, en je bedoelt je eigen slag rijden, de grootte van de slag en de frequentie. Ja, kijk, nu zie je Ster op kop en dan zie je Paulien echt goed in de slag. Sanne moest even zoeken. Maar je ziet wel dat ze tegen het einde van dat rechterstuk, ook omdat Sanne van kop afkwam, dat zij wel dezelfde slag rijdt als de dames voor haar. En dan is het voordeel bij deze dames ook dat ze qua niveau gewoon echt wel aan elkaar gewaagd zijn. En dat zie je aan de uitslag van de 1500 meter, waar in het hof won met
voorsprong van 3/10 op Verhaar en die werd derde. En Jonkers zat daar nog tussen. Ja, dat zit heel dicht bij elkaar. Dus dan, ja, dat is voor een team pursuit gewoon heel fijn dat je niveau hebt dat zo dicht bij elkaar zit. En dan staat er dat ze de snelste tussentijd rijden. Maar die 19 seconden sneller, dat geloof ik ook niet helemaal. Nee, maar daar hebben we weinig vertrouwen meer in. Maar wellicht wordt dat zo meteen gecorrigeerd. Deze drie dames dus van het Nederlandse team. En wat je al zei, ze liggen dicht bij elkaar. 1500 meter, nummers 1, 2 en 3. En dan komt er op 2400 meter uit. Deze 6 rondes van de ploegenachtervolging. Dus de vraag of ze onder die tijd van Polen gaan duiken. Maar die verwachting hebben wij wel, hè? Ja, deze dames zijn gewoon de favoriet. En je ziet ook, allemaal hebben ze al individueel succes geboekt op dit toernooi. Voor in het Hof pakte één keer de overwinning en werd twee keer derde. Ja, die overwinning was bij de 1500 meter. Ja, Sterre Jonkers werd twee keer tweede. En Paulien Verhaar werd derde op de 1500 meter. Dus ze zijn allemaal naar huis gegaan met een medaille. Ja. En ze rijden natuurlijk om te winnen. De grote kans is dat hier nog een medaille bij gaat komen. Hier is op het WK schaatsen voor studenten op de Jaap Edebaan in Amsterdam-Oost. De hele week is dat hier gaande. Dit is de ene laatste dag alweer. Morgen onder andere de massa sprint. Maar nu dus de ploegachtervolging voor de dames. En ze rijden nu naar de finish toe. Ja. Aangevoerd door Sterre Jonkers. Met een gele armband. Rijdt overigens ook in een andere pak dan de andere dames. Ze heeft meer blauw in haar pak. En we zien de snelste tijd van 3:26.87. En er hoort al gejuich langs de baan. Er zijn toch wel wat mensen opkomen dagen nog. Het is natuurlijk voor de meeste mensen een gewone werkdag. Ja, ik zie vooral wat kinderen daar in de hoek staan. Die waren ook luidkeels aan het juichen. Ja, ik denk dat die dames die moeten natuurlijk moeten we laten merken dat ze het goed gedaan hebben. En dat hebben ze ook, dus met de snelste tijd. Al dacht ik eerst dus van Polen dat die niet zo'n hele goede race hadden. En het is natuurlijk nog steeds 3 seconden sneller wat de Nederlandse dames laten zien. Maar ja, is dat genoeg? Want Amerika is ook nog een vrij sterk team. Ja, om heel eerlijk te zijn, verwacht ik niet heel veel van Amerika. Okay. Ik denk dat Polen tweede gaat worden. En dan wordt het misschien spannend wie er derde gaat worden. Of de bronzen medaille naar Wit-Rusland gaat of naar Amerika. Maar we zien hier Ilsa Melin, Sydney Yu Terpening en Anna Quinn. Ja. En de laatst genoemde werd de negende op de 1500 meter. En dan zie je gewoon wel echt 8 seconden langzamer dan de 3 Nederlandse dames net. Dus ja, dat geeft al wel een niveauverschil aan. En dan hebben we het dus nog niet over de andere 2 dames gehad die daar nog weer achter eindigen. Al moet ik zeggen, bij Amerika is de teamspirit wel altijd heel hoog. Dat zou ik zeggen, ja. Ja, dus die kunnen altijd wel iets extra's. Maar ik denk niet dat je. Ja, ik denk niet dat ze zoveel harder kunnen rijden dan als ze met z'n drieën zijn vergeleken met een individuele afstand. En je ziet het ook eigenlijk al meteen bij de start. Ze liggen nu al 1,5 seconde achter. Ja, dan moeten ze hopen dat de wind gaat liggen en een supervorm hebben vandaag. Maar, daar ga jij niet vanuit. Nee. We kunnen ondertussen wel even vertellen, want we hadden het net al over het coronavirus. En natuurlijk van de behoorlijke hier van invloed is op dit toernooi. Met onder andere afmeldingen van China, maar dat was al een maand eerder. De deelnemers uit Mongolië, Italië zijn allemaal niet gekomen, maar mochten het land niet uit. En dat is nu ook bijvoorbeeld het geval voor Sarah Wouwen. Zij zit bij het Amerikaanse team, is uiteraard nu niet op de schaatsbaan. Zij is al teruggevlogen naar Amerika vanwege het inreisverbod wat vandaag is verkondigd. En de rest van de Amerikaanse ploeg gaat morgen vroeg richting het thuisland. En doet niet meer mee in de laatste afstand. Omdat ze natuurlijk weer thuis willen zijn en dat dat anders niet meer zou kunnen. De enige die niet meegaat is Ethan Sepperen, die al de nodige medailles heeft gepakt bij de mannen. Die reist volgens mij later op de dag of van het weekend via Canada en dan levert dat geen probleem op. Dus dat wat betreft de actualiteiten rondom het Amerikaanse team. Kijk weer naar het wedstrijdgedeelte en je zei, daar gaan ze niet aankomen. De tijd begint ook behoorlijk op te lopen. Ja, je ziet nu dat ze, ik denk dat de tijdwaarneming nu wel klopt, dat ze inderdaad 7:22 boven de tijd van de Nederlandse dames zitten. En dan ga je dus inderdaad kijken naar een bronzen medaille voor Wit-Rusland of voor deze Amerikaanse dames. Ja.
aangetekend. Dus dat de Nederlandse dames de eerste plek waarschijnlijk gaan pakken als in ieder geval dit allemaal zo doorgaat. En dat is weer wederom een succes. Een oranje succes. We hebben een valpartij hier. Dan moeten ze dus wachten. Ja, ja, dan is het over en uit. De andere dames bleven allemaal staan. Dan is het gewoon klaar. Ja, gaat ze dan niet opstaan en toch nog doorschaatsen? Of is het dan... We stoppen er gewoon mee. We zien nog een keer de herhaling. Oeh, daar gaat ze. Ja, op de kont. Ja, op het natte ijs waar waarschijnlijk toch wel wat water op ligt. Zeker gisteravond met de vele regen. Maar gezien de hoge temperaturen zat het... Heeft inderdaad natte billen. Ja, mooi in beeld gebracht door de regie. Ja. Ja, ja, je ziet ook... je weet als je als laatste team in de baan komt en je valt... en dat is bij de andere teams niet gebeurd... Ja, dan hoef je ook niet snel op te staan om nog voor die tijd te gaan. Nee. Dan wordt dit gewoon een DNF'je en dan word je ook vierde of vierde. Dat maakt ook niet uit. Een natuurlijk. DNF'je, did not finish. Ja. Ja, zo noemen we dat in de schaatswereld, een DNF'je. Geen finish voor de USA. Dat betekent dat zij als laatste eindigen in deze ploegenachtervolging voor de dames. En even voor de volledigheid, de derde plek gaat dan naar Wit-Rusland. En Polen plek 2. En de winnaars van deze ploegenachtervolging, dat is het Nederlandse team. En die bestond uit Paulien Verhaas, Sterre Jonkers en Sanne in het Hof. En zij worden zometeen gehuldigd. En het zal pas gaan gebeuren naar de mannen. Want zij maken zich zometeen klaar voor hun ploegenachtervolging. En dan gaan we uiteraard weer live uitzenden op Facebook en op onze site van NH Sport. Maar voor nu... Neem heel even afscheid en ik denk met een minuut of 20 dat we terugkeren. Het is altijd een beetje de vraag hoe laat het precies is. Ik pak heel even de tijd erbij. Wat heb jij? Het zal over 20 minuten ongeveer rond half 1 zal dat, of half 2 herstel zal dat zijn. En het is nu 10 over 1. Dus ja, over ongeveer 20 minuten zijn we bij u terug. Tot zometeen.
первый. Даже стартует первый, потому что угонять надо. Thank you.
attention. Competition will start in 5 minutes. Can all officials on the base, please? And the team will tell us the lead box. Lisanne aan de ploegenachtervolging voor de mannen. Lisanne Buurman, co-commentator uit de marathonschaatsen, staat naast mij. En we gaan dus naar de dames die we net hebben gehad, waarbij Nederland de gouden plak pakte. Net trouwens gehuldigd. Ja, klopt. Dat gebeurde eerder eigenlijk ook in haar totale gedeelte, naar alle disciplines. Maar nu was het er tussendoor. Was wel iets grappigs. Dat de telefoon uitviel bij het volkslied van Visu. Visu is dan de
federatie van de studentensporten, de internationale federatie. En de telefoon was leeg waardoor het volkslied haperde. Maar dat gebeurde dus net. Wat er nu gaat gebeuren is het Wit-Russische team. Die maakt zich klaar voor de ploegenachtervolging. 8 rondes in totaal. Wie hebben we daar die daar aan de start verschijnen? We hebben Yegor Domoratsky, Yevgeny Bogov en Viktor Rudenko. Dat heb je keurig uitgesproken. Wit-Russisch wordt steeds beter. En wat zijn hun prestaties? Kunnen we iets van dit team verwachten? Kunnen we ze verwachten dat ze mee gaan doen om de eerste plek? Ik denk dat de teams aardig aan elkaar gewaagd kunnen zijn vandaag. We zagen Rudenko, die werd derde op de 1500 meter gisteren. Bogov werd daar achtste. En dat zat, de verschillen daar waren niet heel erg groot. En Domoratsky werd zesde op de 5 kilometer. Dat is denk ik op papier de minste van hun. En nu met de wind en het teamwork. Denk ik dat we bij de heren een spannender wedstrijd gaan zien dan bij de dames net. Ja, want daar waren de Nederlandse dames de gedoodverfde kampioen, favoriet. En ze werden dan ook kampioen. Dat hebben ze dus prima waargemaakt. Wederom een gouden plak voor het Nederlandse team. Laat ik het nog even kort uitleggen. Dat heb je ook al net bij de dames gedaan, maar toch even voor de duidelijkheid. Ploegenachtervolging. Je denkt dan dat ploegen elkaar achtervolgen. Dat is niet in deze situatie het geval, want de ploegen die starten allemaal apart. En het gaat erom dat de laatste persoon die straks over de finish komt, dat is dan de tijd. Ja, klopt. De derde die over de streep komt, beslist eigenlijk de tijd. Dus het is heel erg belangrijk om met z'n drieën zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven. Ja, en je zei daar net ook al heel mooi van, je bent echt zo sterk zoals je zwakste schakel. Ja, precies. Over die wind gesproken, die behoorlijk aanwezig is hier bij het WK voor studenten schaatsen. Op de jaarbedemaan. 46 kilometer per uur, dat is de windsnelheid. Dat is pittig. Dat is pittig. En eens even kijken waar ze nu zijn. Het gedeelte, de lange baan die ze nu voor zich hebben, daar hebben ze de wind in de rug. En aan de andere zijde hebben ze de wind tegen. En dat zei je ook al eerder, dat is wel van invloed ook op de manier van schaatsen. Ja, meestal wind tegen kun je beter niet te lange klappen maken. Wat ze nu gaan doen dus? Ja, dus nu zal je iets kortere slag zien waarschijnlijk dan op het andere rechte stuk. Kan natuurlijk ook, je ziet wel dat het beentempo hier echt duidelijk hoger ligt. Maar dat kan ook door de rijder op kop zijn. Dat zijn beentempo überhaupt hoger ligt. Dus dat gaan we zien op dit rechte stuk. Maar je moet een beetje spelen met de wind eigenlijk. Spelen met de wind, ja. Dan kan je dus eigenlijk wel veel voordeel hebben van je teamgenoten. Maar zo'n onderdeel als dit. Wel, later op de dag, want dan krijgen we nog de 1000 meter voor de dames en voor de heren. Dan zullen ze toch echt allemaal alleen moeten gaan doen. We hebben maar 4 ritten, net zoals daarnet bij de dames. Uiteraard komen de Nederlanders ook in actie. Dat zijn Viktor Ramle, Luc Heijnen en Roel Boek. Die zijn straks rit nummer 3 in totaal, dus 4. Hierna volgen Polen. En het laatste rit 4 is het Rusland. Die gaat starten. Ja, en ook echt wel mannen die ook al wel wat gepresteerd hebben. Niet alleen bij Nederland. Maar ook Polen die zo in de baan komt, hebben bijvoorbeeld de winnaar van de 1500 meter in hun gelederen. Ja, daarom, dat bedoel jij er ook mee. Ik verwacht een spannender strijd hier bij de mannen dan bij de vrouwen, omdat het niet echt een uitgesproken favoriet is. Ja, klopt. Ja. En dan is het echt, je bent zo sterk als je de zwakste schakelt, terwijl we naar de bel gaan. Dat is 34-4 nu ongeveer. Tijden in beeld zijn halve ronde tijden. Dus je zult nu weer een tussentijd krijgen. Waarom is het eigenlijk dat je hier veel meer halve ronde tijden krijgt? Weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het systeem hier zo is ingericht dat je dus inderdaad elke halve ronde een tijd krijgt. Dus dat is echt van tijd waarnemen naar tijd waarnemen. Eindtijd. De eindtijd van Wit-Rusland 4:23:02. We schrijven hem op. Zijn benieuwd wat het waard is voor Domoratsky, Bolov en Rudenko. Ja, dat zijn dus de 3 Wit-Russen die hun
ploegenachtervolging erop hebben zitten. En het volgende land wat van stad gaat is Polen. Ja, je hebt natuurlijk wel meerdere, misschien moeten we daar even wat over zeggen. Er zijn een kleine 70 deelnemers aan dit WK studentenschaatsen. Maar er zijn ook heel veel deelnemers die als enige hun land vertegenwoordigen. Het zijn eigenlijk deze vier landen, Wit-Rusland, Polen, Nederland en Rusland, die een stuk meer deelnemers hebben en dus ook mee kunnen doen aan deze ploegenachtervolging. Want ja, die moeten toch wel drie hebben natuurlijk. Als we bijvoorbeeld kijken naar onze meneer Febo, Wei Lin Tai, die komt dan uit het Chinese Taipei en dat is ook de enige die daar dan vandaan komt. Ja, dus dan kun je eigenlijk al geen ploegachtervolging rijden. Het is gewoon niet te verstaan. Ja, zo simpel is het dan. Die komt trouwens wel vanmiddag in actie dus bij de 1000 meter voor de mannen. Een valse start. Ja, bijzonder op deze. Ja, je start toch alleen. We zien niet heel vaak, sowieso niet op de ploegachtervolging. Misschien is het voor hen ook een beetje wennen, nog steeds met de wind. Ja. Heel even over die stad, Lisanne. Bij de dames bijvoorbeeld zagen we een aantal waarbij de derde persoon een stuk meer, 1 of 2 meter naar links staat. Deze drie, die staan allemaal achter elkaar bij de start. Ja, waarschijnlijk zijn deze jongens bij de start wel aan elkaar gewaagd. Starten ze ongeveer even snel en dan starten ze meteen achter elkaar. Het verschil bij de start is dan dus niet zo groot en dat zie je ook meteen. Ze hebben eigenlijk meteen wel elkaar slag te pakken. Mm-hmm. Dus ja, ieder land kijkt wat voor hen het meest voordelige is. En voor hen is dat dus achter elkaar starten. Ja. Dit Poolse team. Wat wij denken wie hier aan het schaatsen zijn, dat is soms niet altijd even duidelijk te zien. Want wij hebben de stadlijsten en de eerste drie, er staan vier namen. Maar wij gaan ervan uit dat de eerste drie namen dat het Poolse team vormt. En dat is Marcin Baczianek, David Burzikowski en Simon Palka. En kunnen we even erbij halen wat zij hebben gepresteerd tot nu toe? Ja, de man nu op kop is Simon Palka. Hij werd eergisteren 4 op de 5 kilometer. Ja, die is duidelijk te herkennen aan het baardje. Ja, en de andere twee heren werden eerste en vijfde op de 1500 meter. Dus deze ploeg zou de snelheid wel, dat zou met de snelheid wel goed moeten zitten. En dan is het de lange adem van Palka gebruiken in de laatste paar ronden, denk ik. Dat ongeveer de tactiek zou zijn van Polen. Want ja, de 1500 meter, de specialisten op de 1500 meter, die komen toch als beste uit de verf bij dit onderdeel. Ja, meestal wel. Je ziet dat de snelheid, je moet de snelheid aankunnen van de 1500 meter. En de 1500 meter is vaak een afstand waar sprinters en lange afstanders elkaar tegenkomen. Mm-hmm. En dan is de snelheid hoger. En dan zie je vaak dat ze wel redelijk in de rug van hun landgenoten kunnen herstellen. Ja. En dan nog weer een ronde op kop kunnen. Nou, als we de score mogen geloven, dan zijn ze vrij aardig op weg. Want ze zijn al een kleine 6 seconden onder de tijd van Wit-Rusland. Ja. Zie je dat ook terug in de manier van schaatsen? Je ziet wel dat deze mannen ook, wel de Wit-Russen overigens ook goed deden, goed in elkaar slag zitten en elkaar ook opduwen. Dus de snelheid van achter ook doorgeven naar voren. En je ziet nu inderdaad weer Palka op kop. Ze gebruiken elkaars krachten denk ik goed. Ja. Zeker gezien het verschil dat alleen nog maar verder oploopt. De meeste wat overnemen, dat vindt eigenlijk in de bocht plaats. Dat is dat. Wat jij ook denkt. Dat is, jij lacht erbij. Sorry. Van dat is een hele logische vraag, zou je denken. Maar. Ja, want dan, je komt van kop af en je stuurt hem eigenlijk naar buiten. Mm-hmm. Dus dan kunnen de anderen binnen doorkomen. En dan als je het goed doet, kun je er ook meteen weer, doordat jij zelf wat ruimer de bocht loopt, kun je dezelfde snelheid houden en er meteen achterduiken weer. Ja. En als je op het rechte stuk gaat overgeven, dan moet je eigenlijk gewoon je benen stil houden en daarna weer aanzetten om er weer achter te komen. Mm-hmm. Iedereen wisselt in de bocht eigenlijk. Ja. De beste manier om de snelheid te behouden en dus ook de snelste tijd zo te klokken. Ja, we zien een verschil van 8,5 seconden met de Wit-Russen. Dat is toch een aanzienlijk verschil. Dat begint inderdaad behoorlijk op te lopen. En dan
zetten zij wellicht wel een hele scherpe tijd neer hier op de Jaap Edemaan. Met dus veel wind wat van invloed is. Dat zie je ook aan de vlag en alles wat hier omheen gaat. 46 km per uur hebben wij gehoord dat de windsnelheid is. Dus dat is wel behoorlijk. Dan hebben ze op dit gedeelte behoorlijk last van. Dan hebben ze de wind flink tegen. Het zijn trouwens ook wel grote mannen, die Poolse schaatsers. Ja, je ziet de tweede man, die heeft echt problemen hoor. Die werd net op dat rechte stuk echt opgeduwd door de man met de witte armband. Maar gelukkig voor hem is het einde erbij. Ja, ik kan bijna niet meer op zijn benen staan, degene in het midden. Maar de tijd die is dus vrij aardig. Daar zijn ze behoorlijk ondergedoken met 4.13 en 12. Een kleine 10 seconden ten opzichte van Wit-Rusland. Kijken of Nederland daaronder gaat duiken. Dat hopen wij natuurlijk wel, zeker gezien deze kampioenschappen. Want de Nederlanders doen het uitstekend. Hebben al heel wat medailles veroverd en ook al heel wat eerste plekken veroverd. Het team van Nederland bestaat uit de heren Victor Ramelen. Ja, die kennen we natuurlijk van gisteravond nog. Ja. En van eergisteren. Ik pakte al twee keer de overwinning op de twee langste afstanden, de 5 en de 10 kilometer. Luc Heijnen heeft wat minder. Ja, gedaan. Die werd 19 op de 500 meter. En er waren er 19. Ja. Ja, dus hij werd de laatste. Ja, dus het is zaak om hem erbij te houden. Mm-hmm. Dat zal de zwakste schakel zijn in het team. En dan hebben we nog met de gele armbanden hebben we Roel Boek. Hij werd 7e op de 5 kilometer en 15e op de 1500 meter. Ja. Het is Victor Ramelen die dan nu aan de buitenkant gaat. Dat is een andere opstelling dan daarnet bij Polen. Ja, oh, we horen hier ook een valse start. De man met de rode armband krijgt hem. En dat is Luc Heijnen. Ja, en volgens mij hebben ze gewoon mijn vlaggetje. Ja, rood en wit staat voor binnen en buitenbaan. Ja. Dus dat maakt er niet uit wat je bent als team natuurlijk. Nou, deze jongens trainen volgens mij allemaal niet samen. Roelboek komt uit Zuid-Holland. Ramelen traint op deze baan. Ik heb hier staan, Roelboek komt uit Amsterdam. Hij studeerde ook in Amsterdam. Oh, okay. Bewegingswetenschappen. Oh, okay. Nou, hij zit bij een team in Zuid-Holland. Vandaar dat ik dacht, die trainen ook met elkaar. Mm-hmm. En vandaar dat ik dacht dat hij op op Den Haag trainde. Oké. Okay. Maar het kan gerust dat hij... Zijn ploeg is het Groene Hartspot. Ja, klopt. Ja. Ja. Boek van dit jaar in de B-divisie. En dat toen we horen schreven op zijn naam. En de B-divisie is dan de tweede divisie? Ja. Ja, dat zit dan onder de topdivisie. Ja, klopt. Ze zijn weg en kijken of ze... We kunnen natuurlijk zo meteen ook zien aan de tussentijden, als ze aan die tijd kunnen komen van Polen. 4.13.12, wat hun eindtijd was naar 8 rondes op deze ploegenachtervolging. Straks hebben we nog de Russen, dat zijn dan de laatste van de vier deelnemers. Vier deelnemende landen. Maar we zijn helaas op dit moment de score, dus we kunnen niet de vergelijking maken met de andere landen. Ja, de score in het... Jij kan het wel zien op het scorebord wat je naast de baan ziet staan. De opening ging in 34. We zien nu al de 600 meter rond de tijd. En we zien dan dat ze inderdaad al een ruime seconde langzamer zijn dan het team uit Polen. Dus ik ben benieuwd of de mannen dat vast kunnen houden en tegen het einde toe kunnen verkleinen. We zien nu dat het gat iets kleiner wordt. Maar op twee ronden van de 8. Ja, en ik kan me voorstellen met een Victor Ramelen in je team, wat natuurlijk meer een specialist is op de lange afstand. En Roel Boek is natuurlijk ook meer van het marathon. Ja, ook van de lange afstand. Ja. En de man nu op kop, Luc Heijnen, komt echt van de lange baan. Dus ik ben benieuwd. Die zou de snelheid moeten hebben. Het verschil blijft ongeveer gelijk. Loopt nu zelf iets terug. Zelfs precies een seconde nu met het Poolse team. Het is zaak dat Heijnen hier goed achter gaat zitten. Dat is de langste man van de drie. Ja, zeker bij die lange, aan die kant. Want dan heb je behoorlijke wind tegen natuurlijk. Ja, en hij zit het hoogst. Dus... Ik ben benieuwd of hij zich een beetje kan sparen achter Boek en Ramelen. Terwijl het verschil weer terugloopt. Dat is heel gunstig. Het verschil is wel een halve seconde. In het voordeel van de Polen. Dus Nederland heeft nog een gaatje dicht te rijden. Maar aan de support hier langs de baan zal het niet liggen. Nee,
Het zijn geen duizenden mensen, maar het zijn wel wat mensen die hier op af zijn gekomen. Dus op het WK schaatsen voor studenten. Je hoort naast mij Lisanna Buurman, de commentator van vandaag. Dat is ook wel het geval. Je kan het allemaal volgen hier op de livestream van NH Sports. Op Facebook en op de site. We kijken naar de Nederlandse mannen. Dat zijn Victor Ramle, Luc Heijnen en Rudy. Kijken of ze in Polen kunnen daar duiken. Het begint er steeds meer op te lijken. Nog maar een ruime 3/10. Dus dat 4/10, 5/10. Maar in ieder geval zijn al een stuk omlaag gegaan in vergelijking met de eerste ronde. Ja, je ziet wel al dat Heijnen wat moeite begint te krijgen. Dus nu is het zaak dat Ramle niet te hard doortrekt. Dat Heijnen wel mee kan. Heijnen is nu in de laatste positie. Ja, geef even een tikje aan Boek van ik ben er. En je ziet dan ook dat het verschil met Polen weer kleiner wordt. Dus het is echt... ja, echt spannend met nog 2 ronden te gaan. Ben benieuwd. Kijk, het verschil is nog maar 400ste. Dat is niks. Nee, ze gaan alleen maar omhoog en omhoog. Dus het zal me niet verbazen als we zo meteen eroverheen gaan. Dus onder die tijd het duiken van Polen. Ja. Ik zou denk ik eentje achter Heijnen nog even zetten. En de andere gewoon een eindsprint inzetten. Want ja, je ziet het, je komt echt op 100ste aan. Met de laatste ronde. Hè. En je moet nog even een sprintje eruit persen. Dat, hij weet natuurlijk hoe het moet vanuit de marathon. Ramler doet dat goed door Heijnen op te drukken. Ja. Dus het zijn de laatste loodjes. En je ziet dat het verschil weer iets oploopt. Dus het komt echt aan op die laatste ronde. 4:13:12 is de tijd van Polen. Gaat Nederland eronder duiken. We gaan het zo zien. Laatste sprint van de Nederlandse heren. Duiken ze eronder. Net niet. Tweede plek voor Nederland. En ja, dat scheelt er maar heel weinig. 2/10 is het verschil tussen Polen en Nederland. Wat zuur. Want ze kwamen echt op een gegeven moment eronder. Ja, het was net een ronde te lang. Ja. Je ziet dan in de laatste halve ronde pakken ze nog 200ste terug. Ja, het verschil was al gemaakt daarvoor natuurlijk. En vooral, eigenlijk verliezen ze dan toch, het klinkt misschien gek, maar toch bij de start waar ze al een dikke seconde achter lagen. Ja, het was inderdaad het begin van de wedstrijd dat ze daar een flinke achterstand hadden. We hadden het over anderhalve seconde. Ja. Ja. Dus, ga de overwinning dan naar Rusland of naar Polen? De Russen hebben ook wel een aantal klasbakken in hun team. Ja, laten we die namen er even bij pakken. Alexander Podolski, Daniel Gengil en Sergej Loginov. Wat hebben de heren gepresteerd? Ja, het kan zelfs zijn dat Victor Lobas dat een van de andere heren niet rijdt. Podolski werd tweede op de 1500 meter. Lobas werd vierde op de 1500 meter. Genschel werd negende op de 1500 meter. En Loginov werd zevende op de 500 meter. Ja, je zou wellicht denken dat Loginov, omdat het meer een sprinter is, dat hij er niet in die ploeg zit. Omdat dit het meest overeenkomt met de 1500 meter. Dat zijn dan de beste prestaties van die andere drie die je net noemde. Ja, als ik dat dan zo zie, dan wie weet is Loginov nog wel meer van de langere afstanden. Maar ja, je ziet hem niet terug op de 1500 meter. Vandaar dat ik eerder zou zeggen om die langs de kant te houden. Maar ja, je weet het niet. Nee, dat is lastig voor ons te zien. Want wij zien niet welke band er aan welke naam is gelinkt. We hebben slechts de stadlijsten en daar staan 4 namen op. Waar wij er tot nu toe ook even vanuit gingen dat de eerste 3 de ploeg vormen. Maar jij twijfelt eraan omdat je denkt Lobas is een 1500 meter specialist. En dat is Loginov niet. Maar goed, dat komen we later achter. We gaan even kijken naar hoe ze deze rit gaan voltooien. De Russen gaan zij onder die tijd van 4:13:12 duiken. Dat is de tijd van Polen. Zij staan op dit moment aan kop. En 2/10 daarachter staan de Nederlanders die net hun rit hebben geschaatst. Die dus net niet aan die eerste plek kwamen. Ja, je ziet inderdaad dat de Polen echt wel hard gestart zijn. Want ze pakten op de eerste ronde meteen een halve seconde. En je ziet nu dat Rusland ook de slag vindt. En het verschil loopt alweer terug. Ja.
Ik verwacht dat het spannend wordt. Ja, dat waren je verwachtingen al in het begin van deze ploegenachtervolging. En dat blijkt ook te kloppen. Het zit allemaal vrij dicht bij elkaar. Ja, Wit-Rusland zit er al een seconde of 10 achter. Maar Polen en Nederland zitten dicht bij elkaar. En dan lijkt Rusland ook die kant op te gaan. Ja, dit het leek een mindere wissel, maar uiteindelijk loopt het goed af. Ja, maar nu zitten die laatste niet in de slag. Nee, die kwam iets te laat van kop af. En dan zie je dat hij op het rechte stuk weer mee alle zeilen moet bijzetten. En de rondetijd loopt dan meteen ook flink op. Mm-hmm. Reden ze net nog een rondje 28, loopt dat nu al richting de 30ers. Dan loopt het verschil met Polen nu wel weer op. Ja, maar ze duiken wel om die tijd van Polen. Ja, Polen had vooral een goed begin en een goed slot. Mm-hmm. Dat zag je net, de Nederlanders pakten het ook terug in het midden. En vooralsnog rijden de Russen dus vooraan met een voorsprong van 16e op de Polen. Ja, over dat in de slag schaatsen, dat is eigenlijk een soort van synchroon schaatsen eigenlijk. Ja, want je moet precies hetzelfde doen als degene voor je. Nou ja, dat is wel het meeste energiebesparend als het aanpassen van de slag je natuurlijk niet te veel kracht kost. Mm-hmm. We zien nu dat de Russen die pakken nu gewoon een seconde voorsprong. Win mee is misschien ook iets minder belangrijk om in elkaar slag, maar win tegen, ja, dan moet je echt gewoon zorgen dat je goed achter je voorganger rijdt. Jij zit in het marathon schaatsen, heb je dat daar ook, dat je vaak in de slag probeert te schaatsen van degene voor je? Ja, probeer altijd dieper te zitten dan je voorganger. Dieper, lager, dus dat je minder luchtweerstand hebt. En dan misschien niet eens met mijn benen, want ik ben zelf niet zo groot. Nee, je bent, dan ben je 61? Ja, ongeveer iets groter. En we zien nu dat de Russen anderhalve seconde voorleggen op de Polen. Nog 200 te gaan. Het verschil loopt wel terug. De Russen krijgen moeite. Nu zou het fijn zijn voor de man in tweede positie als hij even een duwtje krijgt van de man in derde positie. En die krijgt hij ook. Het verschil loopt wel weer op. Het verschil is nu 1,3. Het schommelt een beetje. Ja, we zagen net dat het even terugliep. En nu hebben we elkaar weer gewonnen. Met de bel die ze nu krijgen. Ben ik heel benieuwd naar het verschil. Kijk, 1,8. Ja, dan denk ik dat we toch wel de Russen met de overwinning naar huis zullen zien gaan. Ja, en dan denk je dat Nederland als derde eindigt bij deze ploegenachtervolging. Je ziet nu wel dat de Russen moeite hebben. We zitten niet meer in elkaars slag. Je ziet echt dat ze echt kapot, stilvallen. Ja. Maar het verschil liep wel weer op, hè? 2,2 seconden. Ja, dat verlies je niet meer in de laatste ronde. Tenzij je er nu nog eentje onderuit gaat. Maar nee, dit gaan de Russen niet meer weggeven. En zij noteren een tijd van 4:11:88. En pakken daarmee de overwinning, het goud. Ja, volgens mij heeft Rusland nog geen eerste plek gepakt. Dus dit is een eerste. We praten over gouden medailles, die worden niet uitgereikt. Het zijn glazen, doorzichtige medailles, maar in symbolische zin praten we maar over gouden plakken. Dus de eerste keer dat ze die eerste plek veroveren, Rusland. Prima resultaten hebben zij geleverd hier bij de ploegenachtervolging in de tijd van 4:11:88. En daarmee eindigen ze voor Polen. Ja. Die als tweede eindigen en voor Nederland. Die pakken dan de bronzen plak. En als laatste is het Wit-Rusland die er ook behoorlijk achter is geëindigd. Ruim 10 seconden ten opzichte van de rest. We stoppen er even mee. Ja, we zijn zo weer terug met de 1000 meter voor vrouwen. Ja, en daar laten we dat heel even nog erbij pakken. We hebben heel wat deelnemers. Ja, we hebben 12 ritten, 23 deelnemsters. Ja, Sanne in het hoofd die begint zo meteen de Nederlandse, maar die mag het alleen gaan doen, omdat we een oneven aantal hebben. Maar in ieder geval, dat belooft wat met dus 23 deelnemers aan de 1000 meter. Dat zal denk ik over een minuut of 20 ongeveer zijn. En we sluiten deze derde wedstrijddag van het WK voor studenten af met de mannen. De mannen die schaatsen ook de 1000 meter. En daar is ook een behoorlijke lijst met deelnemers. En dat zijn er ook dat zijn er twee minder. Ja, dat zijn er 21. Dat zijn inderdaad 21. Met ook voldoende Nederlanders. Dat gaan we straks allemaal laten zien. Wij sluiten het voor nu heel even af. En zien je uiteraard zo meteen weer. En horen je zo meteen weer. Tot straks.
is nou iets beter aan.
Goedemiddag. Laatste onderdeel van deze dag, van deze derde wedstrijddag van het WK schaatsen voor studenten. Hier in Amsterdam-Oost op de Jaap Edebaan. We zien daar Sanne in het hof, bezig met de laatste voorbereidingen. Ja, dat is de dame die we straks alleen in rit 1 gaan zien. Ja, ja, die gaat het inderdaad alleen opnemen. Je hoort Lisanne Buurman, co-commentator van vandaag uit de marathonschaatsen, maar ook gespecialiseerd op de kortere afstand, want daar gaan we het nu over hebben. De 1000 meter, Lisanne. En behoorlijk wat deelnemers. We dachten in eerste instantie 23, maar dat is er eentje minder. Ja, we komen op 22 dames uit, omdat de Amerikaanse Sarah Warren al terug is naar Amerika. Vanwege het coronavirus eigenlijk. Maak jij je zorgen wat betreft het coronavirus? Nee. Ja. Nee? Nou ja. Weet je, normaliter de sterkste overleven, zeg maar. Klinkt heel hard, maar weet je, als je ziek wordt, ja, je moet gewoon voor jezelf zorgen dat je daar zoveel mogelijk vooraf aan gedaan hebt dat je niet ziek wordt. Mm-hmm. En weet je, natuurlijk is het zorgelijk. Maar persoonlijk maak ik me niet heel veel zorgen om mezelf. Nee. Maar je hebt natuurlijk ook veel wat oudere mensen of mensen die wat minder goed qua gezondheid zijn om je heen, kan ik me voorstellen. Ja, ja, dan kijk je toch meer naar je opa en oma toe. Hoe die, die wil je gewoon nu niet ziek hebben, zeg maar. Nee, zeker niet. Dat het, maakt het wel een beetje extra dreigend. En Italiaanse toestanden en die verwachting is er wellicht. Dat hoop je natuurlijk hier ook niet in Nederland mee te maken. Volgens mij zijn we op de stad. Hè? Ja, jezus, die hebben we gewoon gemist, de stad. Sanne in het hof, die is begonnen aan haar 1000 meter. En Sanne in het hof, daar kan jij natuurlijk wat een en ander over vertellen, want zij woont nu in Heerenveen. Ja, Sanne in het hof woont in Heerenveen inderdaad. Komt sinds dit jaar uit voor het gewest Friesland. En had niet zo'n fijn begin van het seizoen. Chronische amandelontsteking waar ze aan geopereerd is. En nu schaatst ze weer. En niet onverdienstelijk. Heeft al 2 keer gewonnen dit toernooi. Zo net nog met de Team Pursuit, ploegachtervolging. En nu gaat ze het ook op de 1000 meter proberen. Ja, en eerste op de 1500 meter. Dus even kijken hoe zij het inderdaad gaat doen. Als eerste de van start op deze 1000 meter voor de dames. Straks zien we ook nog de heren. Dus het belooft nog veel spektakel hier op de Jaap Ededa. Op dit moment prima omstandigheden. Dus wil ik zeggen qua temperatuur en in ieder geval dat het niet regent. Want dat hebben we ook meegemaakt. Maar wel heel veel wind tegen. Eerder vandaag hoorden we windsnelheden van 46 km per uur. Op dit stuk krijgt Sanne wel de wind in de rug. Dus even kijken wat voor tijd zij gaat noteren op deze 1000 meter. 1:26.73. Lisanne, is dat een aardig begin van deze 1000 meter? Ja, het is moeilijk te zeggen. Weet je, nu is het wel echt een voordeel als je een tegenstander hebt. Waar je af en toe misschien een keer op de kruising achteraan kan duiken. Maar ik verwacht wel dat het harder zal gaan dan de 1:26.7 van in het hof. Ja, want zij is natuurlijk wel, ze heeft de 1500 meter gewonnen. Dus zou ik denken, zij is ook een van de favorieten. Ja, maar ik zou hem meer als outsider omschrijven. Ze heeft dit jaar ook nog, dit was haar eerste 1000 meter van het jaar. Mm-hmm. De eerste ritten zal haar tijd wel overleven. Ze heeft een PR staan van 1:17.7. Nou, kijken we naar de komende ritten. Ja, die dames hebben een PR staan van 1:27. En dan hebben we het over in de binnenbaan de Finse Tilda Sofia Oras. En aan de buitenkant de Ests Tuli Faher. Dus deze dames zullen niet aan de 1:26 van in het hof komen. Nee, want dat is 10 seconden langzamer de beste tijd van deze twee dames. Ja, en hier op Amsterdam gaan ze ook geen PR rijden. Dus je ziet nu al, de dames zitten al 17 en een seconde bijna boven die tijd. En jij kijkt dan met een schuin oog naar het baanrecord. Ja, maar dat scheelt niet zo heel erg veel. Want er zijn wel een paar baanrecords afgelopen dagen verbroken. Zeker op de 500 meter, maar dat was zowel het geval bij de heren als bij de mannen. Dat zijn dezelfde, hè, heren en mannen. Zei ik dat? Ja, je moet wel scherp blijven. Ja, dat is een lange dag, ga je soms af en toe verspreken. Ik bedoel, de heren en de dames. Staan in het hof zat maar, wat is het? Een ruime seconde boven... Een kleine seconde boven de tijd van Maaike Brinksma in 2011 hier gereden. Dus ik verwacht wel dat het de baanrecord eraan gaat. Dan als jij zegt dat de tijd van Sanne in het hof
waarschijnlijk niet de snelste zou zijn. Nee, ja, we zien straks nog een aantal snelle dames, waaronder de winnares van de 500 meter. Dat is natuurlijk even de vraag hoe zij hier een 1000 overleeft. Maar dan nog hebben we een paar sterke Nederlandse. Net had ik het met de winnares van de 500 meter over Irina Kuznetsova. Die gaan we terugzien in de laatste rit. Zij heeft ook een PR staan van 1:16. Dit jaar is ze niet aan die tijd gekomen, terwijl we in 1:34:44 voor Vaher zien en in 1:36:68 voor Oras. Ja, dat scheelt aanzienlijk met de tijd van Sanne in het Hof. Dat is toch een behoorlijk verschil. Inderdaad, geen gevaar deze tijden voor onze Nederlandse deelnemers die in de eerste ritten dus alleen moest doen. We gaan alweer naar rit 3. We hebben Anne-Marie Lindqvist uit Zweden. Dat klinkt natuurlijk al heel Zweeds. En Katarina Tien uit Oostenrijk. En de BR's van deze dames, nou, die liggen ook een stuk hoger dan die van Sanne in het Hof. Dus als we daar een beetje van uitgaan, statistieken willen niet altijd alles zeggen, maar... Dan overleeft de tijd van in het Hof deze rit ook zeker. Ja. Het spannende komt natuurlijk altijd pas in deel 2 van een afstand. Terwijl we hier ook 10 een extra tussenstap zien maken in de bocht. Dat geeft echt wel aan dat de wind echt pittig is op die eerste 50 meter voor de bocht. Dat het moeilijk is om daar echt wel snelheid te maken. En dat zie je ook wel terug in de openingen van 21-9 en 22-0. Dat zijn geen openingen die je snel ziet op een op tv bijvoorbeeld bij een World Cup. Ja, op overdekte banen. Ja. Lindqvist, een 22-jarige student uit Zweden en 10 en 19-jarige studenten uit Oostenrijk. En wat we al zeiden, veel langzamere PR's dan die van Sanne in het Hof, want zij heeft de snelste tijd tot nu toe van 1:26:73. En inderdaad, de tussentijd van deze dames zijn daar ruim boven. Ja, en grappig is misschien wel dat Katarina Tien, die traint voornamelijk in Heerenveen. Volgens mij bij de Tialf Academy. Dus ik weet niet of ze de hele winter in Nederland is geweest, maar dan is voor haar natuurlijk niet zo'n hele verre reis hier naartoe, naar Amsterdam. Nee, nou, haar beste tijden van het seizoen op de 500.000 en 1500 heeft ze in Insel geschaatst. Ja, daar gaan ze natuurlijk ook af en toe om snelle tijden te rijden. Insel is over het algemeen iets sneller dan Heerenveen, terwijl we naar de laatste 50 meter van de dames gaan kijken. Allebei 1:34. Ja, dat is nog wat sneller dan... Eentje wel sneller en eentje niet sneller dan die tijd van Tuli Vaher, de Essen. Maar bij lange na niet komen ze aan de tijd van Sanne in het Hof. Die zijn op 1:26:73. Alweer rit 4. En daar hebben we toch een soort van Nederlands tintje. Nog even erbij te zeggen, ja, had het ook al net vernoemd, Sarah Warren uit Amerika. Die is al vertrokken. Die zou ook naast deze Vera Guntert staan. Maar Warren gaat vanwege het inreisverbod is er vanochtend al vertrokken. De rest van de Amerikaanse ploeg. Je gaat er eentje van kuchen als we het over corona hebben. Dat is geen goed teken. De rest van de Amerikaanse ploeg die vertrekt morgen om nog weer terug te komen in het thuisland. Het Nederlands tintje van Vera Guntert is dat haar vriend Thomas Krol is en vandaag ook de coach. Ja, die staat op de kruising. Zullen we zo. Ik weet niet of hij met een rondebord staat, maar zal de aanwijzingen aan Guntert gaan geven. Die de snelste opening noteert tot nu toe. 20-27. Dat is 2/10 sneller dan in het Hof. Even kijken of Thomas Krol daar met een bot staat. Wel met een stopbordje in de hand, niet met een bot. Misschien is ze een Duitse, of ik ga ervan uit dat ze Engels met elkaar spreken. Maar dan zullen de aanwijzingen in het Engels naar Guntert zijn gegaan. Zonder bot en dan gewoon mondeling. Ja. Ja. De laatste ronde uiteraard op deze 1000 meter van Vera Guntert. Zit onder de tijd van... In het Hof. In het Hof. Dat is wat spannend. Ik heb niet heel veel. Je zei het net al, een hele snelle opening. En het ziet er vrij soepel uit bij Guntert. Krijgt het nu wel wat zwaarder. Ja, het zal echt aankomen op de laatste meter zo weer. En, gaat nu de buitenbocht in, waarin het Hof twee keer of nu nog een binnenbocht had. Dat scheelt natuurlijk wel weer, hè? Ja, dat kan uitmaken inderdaad. De tijd van 1:26:07, gaat die eraan of... Nee, die blijft staan.
zware laatste ronde voor Günther, die toch met een voorsprong die laatste ronde inging. Je zag ook wel dat de slagfrequentie behoorlijk omlaag ging, ja. Zeg ik als leek. Ja, je ziet dan dat het in het hoofd dan toch meer power heeft en die lange adem. En hem dan nog iets beter door kan trappen dan Günther. Ja, Günther. Die dus, de vriendin is van Thomas Kroll, ze studeert trouwens rechten in Zwitserland. Maar als ze daar heel veel aan toe komt, want ze neemt natuurlijk, of de nodige tijd gaat natuurlijk vooral in het schaatsen zitten. En zeker op dit soort momenten als ze nog in het winterseizoen zitten, al is het een beetje de afsluiting van het schaatsseizoen voor de dames. De volgende rit. Die hebben we daar. Dan hebben we Shobe uit Amerika. Zij staat in de binnenbaan. En aan de buitenkant staat Annie Kesnenen uit Finland. Ja, de dames beste resultaat op dit toernooi waren voor de Fins een 23e plaats op de 500 meter. En voor de Amerikaanse een 16e plaats op de 1500 meter. Oh, horen wat piepen in de oren, maar dan komt dat Lisanne even wat aan het hoesten is. Gaat het goed? Ja, kom wel weer terug. Kom wel weer terug. Je overleeft. Nou, fijn. Ja, je gaat natuurlijk altijd weer wat andere dingen denken als mensen nu gaan hoesten, maar je verslikte je. Ja, misschien heb ik al wel corona, je weet het niet. Je weet het niet. Nou, dan sta ik op een hele veilige plek zo dicht naast jou. We kijken even naar deze dames. Laatste gedeelte van hun race van de 1000 meter. Maar zij klokken een tijd wat een stuk hoger ligt dan die van Sanne in het Hof. Dat is ook wel de verwachting eigenlijk als we kijken naar de PR's van deze dames. Die komen ook belangen na niet in de buurt van de PR van Sanne in het Hof. En dat is ook wel te zien in deze race. Waar het nog steeds hard waait op de Jaap Edebaan. Hoge windsnelheden en dat is van behoorlijke invloed op de resultaten en op de snelheden die hier worden bereikt door de dames. Ja, we zien nu de finish van de Finse. 1:31:16 en dat is de derde tijd tot nu toe. Ja, maar we zijn net begonnen. We hebben in totaal 12 ritten. En de tijd van in het hof is 1:26:73. Dus dat ligt een stuk lager dan wat deze twee dames hebben geklokt. Rit nummer 6. Twee Amerikaanse dames die dus morgen vertrekken. En die weer meedoen aan de laatste afstanden. Omdat ze weer, zoals ik al eerder zei, terug willen zijn in hun land vanwege het inreisverbod. En dat kan morgen nog net. En de dames heten Sydney Turpening en Anna Quinn. En ja, wat weten van ze? Anna Quinn aan de buitenkant met een rode armband werd negende op de 1500 meter. En de dame met een witte armband, Turpening, werd 17 op de 1500 meter. Dat zijn hun beste resultaten. Dan reden net natuurlijk de team pursuit van landgenoten ten val. Ja. Volgens mij was dat de derde dame die nu dus niet in actie komt. Ik ga ervan uit dat de tijd van in het hof deze rit ook wel gaat overleven. Al zie je wel dat Quinn sterker opent dan in het hof. Ja. Pakt een voorsprong van 2/10. Maar het is nog lang naar de finish. Ja, je zag vooral dat de laatste ronde van in het hof erg sterk was. Dus ik denk dat het de snelste tijd hierna pas spannend gaat worden. We hebben nu twee Amerikaanse dames in de baan die nu de bel krijgen. En kijk, dan is voor Anna Quinn toch een voorsprong van 1,4. Dat is toch behoorlijk hoor. Gaat ze dat nog weggeven in die laatste ronde? Dat kan ik me niet voorstellen eigenlijk. Nou, ze blijft goed laag zitten. Ja. Strijdt echt wel tot de laatste meter hier. Nog 150 meter te gaan. Nou, dat kan een verrassing opleveren. PR van 1:20:11. Wordt Anna Quinn dan de verrassing van vandaag? Zij pakt het baanrecord. Sterke rit van de jonge Amerikaanse. 1:24:15. Ja, dat is inderdaad het baanrecord. Dat is toch even mooi om te noemen. Want Maaike Bringsma, zij had tot nu toe het baanrecord in handen van 1:25:81. In 2011 heeft zij dat geschaatst. Maar dit is toch een behoorlijke verbetering van het baanrecord. En een behoorlijke verbetering van de tijd van Sanne in het Hof. Ja, dit is een verbetering van het baanrecord van 1,5 seconde ruim. En een verbetering van de snelste tijd van ruim 2,5 seconden.
Dus Anna Quinn doet het verrassend goed. Ja, scherpe tijd voor haar. We gaan door naar twee dames waarvan jij eigenlijk in eerste instantie meer verwachtte. Want die hebben een stuk betere PR's. Al liggen die nog steeds wel ietsje hoger dan die tijd van Swan in het Hof. En zeker, maar nog wel sneller dan de tijd van Anna Quinn. Ik kwam er even niet uit. De dames die gaan starten, dat is Anastasia Korkina uit Rusland. En Anna Nivontova uit Wit-Rusland. Ja, en dit zijn snelle dames. Korkina werd 9e op de 500 meter en Nivontova werd 5e. En je ziet ook in de opening dat Korkina 1.21 sneller is met opening van 19.0. En ook, dat is behoorlijk hoor. Ja, Nivontova opent ook in 19.4. Ja, dat zijn serieuze openingen. Ja, nu hebben ze dus de wind tegen. Dat is wat lastiger. Maar we gaan zo meteen zien naar 600 meter wat hun tijd is. En als ze nog steeds onder die tijd zitten van Anna Quinn, de Amerikaanse. Ja, je ziet de dames op 600 meter doorkomen in 49-1. Met een 130-0 voor Korkina. En die pakt nu... Wow, die heeft het een hapering in de buitenbocht daar. Dat kan misschien nog een redding zijn voor Anna Quinn. Want dat 2-27 is behoorlijk. Ja, we zien een moeilijke kruising. Ja. De dame van uit Wit-Rusland kwam met meer snelheid. Maar moet voorrang geven. Want de buitenbaan naar de binnenbaan gaat altijd voor. En dan is de Russische helemaal kapot gestreden. En duikt zij dan nog onder die tijd van de Amerikaanse Quinn. Het hangt erom. Nee, ze gaat het niet redden. 1.26.0 met een slotronde van 9.36.9. Wat een verschil. Er zat een ruime voorsprong. Maar dan zie je dat je in zo'n laatste ronde gewoon alles kan verliezen. En ze heeft een verval van bijna 7 seconden. Ja, dat is wel enorm. Maar heeft dat dan vooral te maken met het misstapje wat ze daar maakte in die bocht? Nee, ik denk dat het gewoon een rappe vrouw is. En dat 1000 meter onder deze omstandigheden gewoon echt, echt loodzwaar zijn. Dus als jij dan van de 1500 meter, als je die ook aan kunt, dat je dan wel in het voordeel bent. Maar ja, we zien nog steeds Anna Quinn uit Amerika aan de leiding. Terwijl we hier in de binnenbaan de Poolse Wojciech zien. En de Oostenrijkse Schinerl. Schinerl, Victoria Schinerl. In de buitenbaan. En de Poolse, die werd derde op de 500 meter. Dus die zal ook flitsend gaan openen, verwacht ik. Ja, zoals ook onder die tijd gaan duiken van Anna Quinn. Zoals dat in de vorige ronde ook gebeurde. Maar uiteindelijk niet vol hield. Dat zien we nu. Ja, dat duikt ze. Snelle opening, 18-9. Ja. Snelste opening van de dag tot nu toe. Je ziet ook dat zij een onwijs gat heeft met de Oostenrijkse. Het verschil is meer dan 50 meter. Mooi te zien vanuit onze positie op de finishlijn van de 500 meter. Terwijl Wojciech in de buitenbaan rijdt nu. Met de witte armband kan zij dit volhouden. Komt door in een tijd van 49-0 met een rondje 30-1. Dan gaat ze toch met een ruime voorsprong ook die laatste ronde in. Maar kan zij dit vasthouden? Ze maakt in ieder geval geen misstapje in de bocht. Dat scheelde dat haar vorige rit gebeurde dat wel. Ze lijkt wel wat tempo wat hoger en de frequentie wat hoger. Dat het hoger ligt. Dat krijgt het nu ook zwaar. Het verschil met de Oostenrijkse wordt niet groter. Dus dat is ook wel interessant om te zien. Maar ze schaatst er beter door dan de Russische dame inderdaad. Dus hier zit een nieuw baanrecord aan te komen. Kijk. Duidelijk. 1.22.11 voor Amtselika Wojciech. Uit Polen zijn ze snelste en heeft nu het baanrecord in handen. Zo wordt ook binnen een paar minuten wordt 3 keer het baanrecord verbroken. Dat zal nog een keer gaan gebeuren wellicht vandaag. En we hebben nog een aantal kanshebbers voor deze afstand, de 1000 meter dus voor de dames. We gaan door naar rit nummer 9 en daar staan klaar in de binnenbaan Olga Kaczmarek uit Polen. En aan de andere kant van het kanaal, daar komt ze vandaan, Elia Smeding uit Groot-Brittannië dus. Ja, je kan het gewoon uitspreken als Smeding. Ze heeft een Nederlandse vader. Oh, Smeding is gewoon een Nederlandse naam, dus Smeding dat is... Ja, zij woont in Friesland. En komt uit voor Groot-Brittannië. Ja. Traint onder Siep Hoekstra in Leeuwarden. Kijk. Bij Team Friesk. En deze dame werd zesde op de 1500 meter. En de dame uit Polen werd op die afstand tiende. Verklaart het ook waarom ze wat met schaatsen heeft? Want schaatsen
als lange baan en ook als marathon is niet heel populair natuurlijk in Engeland. Nee, je ziet daar wel short track rijders zie je meer dan lange baan. Ze hebben daar ook geen 400 meter baan liggen. Nee, dus ze moeten ook eigenlijk wel naar Nederland of in ieder geval naar een plek waar je wel die 400 meters kan trainen. Ja, je ziet nu op de kruising dat ze heel hard naar de Poolse toe reed. Dus de tussenronde zal voor Smeding zijn. En dan is het spannend of zij in de buurt kan komen van Wojcik. Met een ronde van 30-8 verlies je in die ronde toch wel 8 of 17e. Wojcik noteerde daar een rondje 30-1. En dan komt het aan op de laatste ronde. En dan zie je dat de wind weer strak staat. Dus dat de omstandigheden, ja, die wisselen toch wel. Ja, maar de ene keer komt het toch een hardere vlaag van voren dan de andere keer. Ja, ja, en je zag nu dat de vlag stond strak. Dus dan weet je dat er veel wind staat. Ja. Die heb je natuurlijk ook mee, maar tegen weegt hij toch wat zwaarder. En dan zien we ook terug in de eindtijd van 1:25.73. Ja, dat zijn wel tijden onder het oude barenkoor natuurlijk. Ja. Maar daar koop je niks voor. Ze staat nu derde. Ja, daar koop je inderdaad niks voor deze twee dames. Ver buiten het podium uiteindelijk. Gaan we door naar Nederlanders. In ieder geval de eerste Nederlandse weer. Dat is Femke Beuling. Zij staat op de binnenbaan. En zij neemt het op tegen Kaya Siomek. Ja. Ja, rappe dames. Tweede en vierde op de 500 meter. Dus het is vooral de vraag, hoe komen zij die laatste ronde hierdoor in Amsterdam? Ja, en tweede en vierde, de vierde plek is dan voor Femke Beuling. Ja, we hebben een valse start. Stonden niet helemaal stil. Ja, daar kun je ook mee spelen. Hè. Al zie je dat de wind echt strak staat. Dat je dan even een valse start maakt. Ja, ja, wie weet zakt hij een beetje. Maar kijken zij daar nu ook naar? Ik bedoel, die vlag staat net achter hen. Nou, ik weet niet. Vroeger, ik heb hier wel eens volgens mij supersprint gereden. Ja. Wow, als de vlag echt heel strak stond, dan deed je wel zo'n valse start. Rustig aan. Voldoende tactiek dus hier bij het schaatsen op de Jaap Edebaan. Inderdaad, het kan behoorlijk van invloed zijn, de wind. En dat is het ook. Maar ja, het zijn vooral windvlagen. En soms, zoals we nu zien, we ook dat de vlag een beetje aan het draaien is. Dat speelt allemaal mee op de eindresultaten. Eens kijken wat de openingen zijn van deze twee dames. Femke Beuling dus en Kaya Siomek. Ja, de opening is voor Siomek in 18-9. Femke Beuling noteert 19-2. Daarmee een beetje toe op de andere Poolse die nu bovenaan staat. Wojcik met 1:22.11. En je ziet dat het gat zo groot is dat Siomek ook geen gebruik kan maken van Beuling. Die trapte de kruising goed door. En dan ligt Beuling na 600 meter lijkt het iets voor te liggen. Of knokt Siomek zich ernaast. Sneller tussentijd hoor, met 29-5 voor Beuling en 29-9 voor Siomek. Ja, dan blijft ze toch wel in de buurt van die Wojcik. En dan gaan we zien of ze die laatste ronde er nog onder kunnen duiken. Dat wordt dus spannend, dit laatste gedeelte. En überhaupt wie deze rit gaat winnen, want dat ligt dicht bij elkaar. Femke Beuling nu in de binnenbaan. Komt ze er nog ja, zij reed wel naar Siomek toe. En dan is het natuurlijk lekker dat je op de kruising een richtpunt hebt waar je op kunt jagen. En dan ook misschien nog wat wind vangt. En dan hebben we een nieuwe snelste tijd voor Femke Beuling. En ook een nieuw baanrecord dus weer. Dat is een keurige laatste ronde van Femke Beuling. Ja, en ook Siomek dook onder de tijd van Wojcik met een 100ste. Ze is er ook blij mee. Ze steekt nog even de hand uit naar wat fans. Of wellicht naar wat teamgenoten, familie. Ze kunnen hier allemaal natuurlijk langs de kant staan op de Jaap Edebaan. Maar een prima resultaat van Femke Beuling. En zoveel ritten hebben we niet meer te gaan. Nog maar twee. En als zij nu de snelste tijd klokt, kan het maar zo eens zijn dat ze op het podium. En ze hebben de vraag op welke treden ze dan belandt. We gaan door naar die laatste rit. Dat is een Japanse. Kurumi Inagawa. Ja. Die hebben we. En dan tegen de Nederlandse Isabelle van Elst. Ja, wat we wel kunnen vertellen is dat er sowieso dus een Nederlandse op het podium staat. Ja. Want we krijgen er nog twee. En er staat ook een Nederlandse bovenaan. Dus mochten de Japanse en de Russische in de volgende rit sneller zijn dan Beuling. Ja, dan staat zij op het podium. En als Isabel van Elst of Sanneke de Neling, die we hierna krijgen, dat doen, dan sowieso dus een Nederlandse weer op het podium. Ja, dat was een beetje in de lijn van de afgelopen dagen. Maar er zijn al heel wat
Mannen en vrouwen die hebben op het podium gestaan bij de verschillende afstanden. Isabelle van Els komt trouwens uit onze provincie, uit Bennebroek. Dat ligt in de gemeente Bloemendaal. En ze is ooit begonnen op de ijsbaan in Haarlem. En ze deed nu op de UvA, de Universiteit van Amsterdam. Ja, maakt tegenwoordig haar trainingsrondjes op Tialf, lid van het gewest Friesland. We zien nu voor haar een rondje 30-5, terwijl ze beide armen los houdt. Ziet dat haar bocht dat het niet heel stabiel eruit zag. Maar, dat is ook meer voor de stabiliteit, dat je de handen dan ook losgooit? Ja, en voor de, meestal zie je het niet. Je ziet steeds vaker dat ze een hand op de rug houden. Maar ze rijdt een zeer aanvallende 1000 meter en... gaf een halve seconde toe op Beuling. Kan zij die terugpakken in de laatste ronde? Het ziet er moeizaam uit hoor, voor Isabelle van Els. De tijd van Beuling is inderdaad al lang en breed voorbij. Eindigt Van Els met 1.25.5. En ik zag even een vuist, maar dat leek geen vrolijke vuist. Nee, want ze staat nu op de vijfde plek en we hebben nog een rit te gaan. Dus ze valt niet in de prijzen. De dame dus uit Bennebroek, Isabelle van Elst. We gaan door naar de laatste rit met nog steeds Femke Beuling, die bovenaan staat. Die heeft nog de scherpste tijd genoteerd. Kijken of Sanneke de Neeling, want zij staat aan de binnenkant van de baan, of zij eronder kan duiken of wellicht de winnares van de 500 meter. Irina Kuznetsova uit Rusland. Ja, het is echt wel interessant om te zien wat de wind hier doet. Net stond hij echt weer helemaal strak in die laatste ronde van Elst en Inagawa. En net daarna viel hij even helemaal weg. We zien ook nu dat de dames opnieuw naar de start mogen komen. Geen vals. Maar de wind staat strak, dus een nadeel is het niet. Dan zul je dat misschien als je daar staat... niet mee bezighouden en anders ervaren. En Kuznetsova, zoals eerder gezegd, won de 500 meter. Ja, en Sanneke de Neeling tiende op de 500 meter. Ja, de Neeling is meer een rijdster voor de 1000 meter. Heeft daar het snelste PR staan. Een PR van 3 seconden sneller dan de Russische Kuznetsova. Die gaat als een komeet weg naar haar baanrecord de eerste wedstrijddag hier. Mm-hmm. Een opening van 18-7, dat is de snelste van de dag. Ja, dat gaat inderdaad heel hard doen. Trouwens, ik lees dat Sanneke de Neeling niet van buitenomstandigheden eigenlijk houdt. Zou het niet van de wind, de regen en de kou, dan vindt ze maar niks. Nou, dan is het goed dat ze op die aftreedt. Dat is zeker. En dan moet ze af en toe even afzien hier op de Jaap Edebaan, want het heeft al veel geregend. Maar goed, laten we naar de wedstrijd kijken en of ze onder die tijd van Femke Beuling kunnen duiken. Voorlopig qua tussentijden wel, maar kunnen ze het ook doortrekken in het laatste gedeelte van deze strijd. Sterke ronde van de Neeling met 29-0. Je krijgt nu een kruising op een presenteerblaadje. Kan echt mooi in die zuiging van de Russische rijden. En dat is echt wel een voordeel hier. Het duikt nu de binnenbocht in. En die gaat er wel overheen hoor, duidelijk. Ja. Sanneke de Neeling. Gaat ze ook onder die tijd duiken van Femke Beuling? Lijkt hem goed door te trappen. Dus wordt het de Neeling of wordt het Beuling? Het wordt de Neeling. En ook Kuznetsova duikt nog onder de tijd van Beuling. Dus de gouden medaille gaat naar Sanneke de Neeling. Het zilver is voor Irina Kuznetsova en op de derde plek zien we terug Femke Beuling. Nou, dat is toch een verrassing, toch wel enigszins, hè? Misschien was voor ons wel Kuznetsova de grote favoriet, ook omdat ze de 500 meter had gewonnen. En ook een vrij snelle PR, maar als we kijken naar de snelste PR, die was over Sanneke Neeling. En zij bewijst dat ook, ze had de snelste seizoenstijd en laat dat hier ook zien op de Jaap Edebaan met een tijd van 1.20.11. Wint ze deze 1000 meter en hoe ze zo behoorlijk kapot zo te zien. Ja, ze lijkt het ook nog niet helemaal te geloven. Verbazing op het gezicht. Ja. Of helemaal kapot inderdaad. Maar ze reed dus niet voor haar doen... gewoon echt geen goede 500 meter. Nee, een tiende plek. En dan verwacht je misschien ook niet meer meteen zo'n 1000 meter. Terwijl ze 1.20.11 rijdt. Ja. Dus baanrecord komt op naam van Sanneke de Neeling ook. Ja, dan komt ze gewoon ruim 5 seconden onder.
Ja, bijna zes zelfs. Ja, dus dat doet ze goed. Sanneke de Neeling, dus de winnares nog één keer. Zij wint de 1000 meter. Irena Kuznetsova, waar ze net van won in de rit, maar zij eindigt als tweede. En de derde plek is wederom een Nederlandse Femke Beuling met 1:21.55. Dan zit deze 1000 meter voor de dames alweer op. Maar we hebben nog een afstand te gaan, Lisanne. Ja, zeker. We krijgen zometeen na de dweil nog de 1000 meter voor heren. Ja. Die krijgen we zeker. En daar hebben we 21 mannen die zometeen aan de start verschijnen. Met uiteraard ook de nodige Nederlanders. Laten we even een paar noemen. Jan-Hein Verhoef hebben we onder andere. En we hebben Hille Drent en Thijs Vermaak. Als ik zo snel even kijk, zijn dat de drie Nederlandse deelnemers. Je vergeet Watse Vermaning, kijk, nog? Natuurlijk, hoe kan ik Watse Vermaning vergeten? Die is uiteraard ook van de partij. En we hebben meneer Wei Lin Tai, de man uit het Chinese Taipei, Mr. Vebo, die doet ook mee. En de winnaar van de 500 meter. Die ook een nieuw baanrecord noteerde. Dat is ook een grote meneer in de schaatswereld. Yamato Matsui uit Japan. Hij in de ene laatste rit. Kijken of hij dat kan waarmaken. Want ik denk dat hij toch wel de grote favoriet is. Ja, hij heeft het snelste. Nee, dat is niet helemaal waar. Hij is wel een van de favorieten. Maar de Wit-Rus Golovatschuk moet je ook niet onderschatten. Die heeft een PR staan van 1:07.32. Dat is het snelste PR die we op papier hebben staan. Dus ja, het, hij was ook de nummer 2 van de 500 meter. Ja, dus het gaat waarschijnlijk tussen deze twee genoemde heren. Kijk, dat wordt dus spannend. Even kijken of er gedweld zo meteen gaat worden. Of de blokjes van de baan worden gehaald. De blokjes aan de buitenkant zijn in ieder geval weggehaald. En nu zien we ook de binnenkant blijft liggen. De binnenkant blijft liggen, dus wellicht wordt er dan niet gebeld. We gaan het zien, ik denk met een minuut of 20 normaal gesproken zijn we dan weer terug. En dan voor de laatste afstand van vandaag, de 1000 meter voor de mannen. Hier dus op de Jaap Edebaan, waar het behoorlijk waait, maar waar het zeer gezellig en vermakelijk is. Tot zometeen.
Sowieso saai ook. Competition starts in 5 minutes. All officials to the battle stations, please. All officials to the battle stations. Thank you.
Goedendag, we zijn weer terug. Terwijl ik mijzelf enorm in de echo hoor. Heb jij dat ook, Lisanne? Ja, het lijkt net alsof we in de kerk zitten. Ja, in de kerk, zo'n gevoel. Maar ik weet niet of het geluid daardoor ook anders klinkt. We zijn al begonnen aan de 1000 meter voor de heren. Het is te hopen dat Sepper niet net uit de kerk komt. Nee, dat is de eerste persoon die deelneemt aan de 1000 meter voor de mannen bij... Ik wil eigenlijk even vragen aan de regie of de techniek of er wat gedaan kan worden aan het geluid. En ik weet niet of het geluid ook raar klinkt online op Facebook en op de site van NH Sport. Maar dat idee hebben wij dus zelf ook, dat het geluid heel erg in de echo klinkt. Maar laten we ons maar concentreren op deze 1000 meter. Ethan Sepperman is dus eraan begonnen. We hebben net de dames gehad. En daar hadden we veel oranje succes met de winst... voor de Neling en de derde plek voor Femke Beuling. Ja. Oh, ik hoor dat het verder geen problemen levert op de site en op Facebook van NH Sport. Dus wij praten gezellig verder, ook al ondervinden wij zelf hinder van de echo. Ethan Sepperman, maar die heeft een goed resultaat neergezet. Op de 5 kilometer. Ja, een tweede plek. Ja, en 1000 meter is natuurlijk een ander verhaal. Hij noteert nu een tijd van 1:18:82. Je zag nauwelijks verval in zijn rondetijden. Dat geeft wel aan dat het echt een man is van de lange adem. Ja. De snelste tijd tot nu toe is 1:18:82. En dan kijken we alvast weer met een schuin oog naar het baanrecord. Dat stamt uit 2015. Dat is een tijd van 1:16:05. Michael Woods. Ja, een grote kans dat net als bij de dames eraan gaat. Dat zal mooi zijn. Over die Sepperman gesproken. De rest van de Amerikaanse ploeg die vertrekt morgen richting Amerika vanwege het inreisverbod. Hij vertrekt later omdat hij via Canada vliegt. En hij zal dus wel morgen nog aan de start staan bij de andere afstanden. Gaan we door naar rit 2 van deze 1000 meter. 11 ritten in totaal. Nu hebben we Jonas Valken uit Estland en Wilhelm Ekensker uit Zweden. Ja, we zien een valse start. Dus de heren keren weer terug naar de startpositie. Terwijl de rode vlag zien we daar had de valse start. Dus de valse start gaat naar Zweden. Ekensker, ja. De mannen worden weer opnieuw naar de start geroepen. Bij schaatsen is het zo dat het nu niet uitmaakt wie deze, als er nog een valse start komt. Nu mag je gewoon geen valse start meer maken, anders word je uit de wedstrijd geschoten. We zijn goed weg. Je ziet dan ook dat zeker Ekensker toch nog eventjes voor de zekerheid wat langer wacht. Dan zal het natuurlijk maar om een tiende van een seconde gaan. Maar... ja, dan gaat het toch om zekerheid. We zien dat de Esten echt krap langs de blokjes liepen in het midden van de bocht. Noteer de snelste opening, 1:18:37. Pak daarmee een ruime voorsprong al op Sepperman. En als hij dit kan uitbouwen, dan gaan we misschien in deze rit al naar een nieuw baanrecord.
Ja, ze worden achter elkaar verbroken, zeker op de kortere afstanden. En natuurlijk Esmee Visser, die heeft een baanrecord verbroken op de langere afstanden, 3 en 5 kilometer hier op de Jaap Edebaan. Dag 3 van de wedstrijden die hier plaatsvinden en waar de eerder de ploegenachtervolging. We zijn nu bezig aan de 1000 meter, eerder al voor de dames. En wat je al zei, Sanneke Neeling, die afstand won. En nu de mannen die het mogen doen, met uiteraard straks ook de Nederlanders die aan bod komen. Dat gaat al in de volgende rit gebeuren, maar we zijn nu aan het kijken naar Jonas Valde en Ekensker. Aan hun laatste gedeelte duiken zullen onder. Ik denk het wel, zeker Valde. Ja, je ziet dat de est of de zweet van de langere adem toch wel is. En het baanrecord overleeft gewoon nog weer een rit, want de slotrondes gaan in 29-7 en 30-6. De snelste tijd tot nu toe staat op naam van de est Valge in 1:17:25. Terwijl we nu gaan kijken naar de eerste Nederlander. Ja, inderdaad. Jan-Hein Verhoef. Ik zeg zo even uit mijn hoofd, het was de beste Nederlander op de 500 meter. Dat was nog steeds een 11e plek. Maar de Nederlanders blonken minder uit bij de mannen dan op de 500 meter dan op de overige afstanden, waar Victor Ramelen zowel de 5 kilometer won als de 10 kilometer. En kijken of Jan Verheijn Verhoef het beter gaat doen op de 1000 meter. En hij neemt het op tegen Evgeny Bolgov. De witte Rus aan de buitenzijde, Verhoef aan de binnenkant. En dan is ook hun rit begonnen. Ja, Jan-Hein Verhoef, die komt uit Enschede, studeert op de Universiteit van Twente. Natuurkunde doet hij. En dit is ook zijn favoriete afstand, gaf hij aan 1000 meter. En hij schaats voor de studentenschaatsclub De Skeuvel in Enschede. Ja, een snelste opening voor hem tot nu toe. In 17:67 zagen we hem doorkomen, terwijl hij nu de buitenbocht induikt. Hoe kan de Wit-Rus dan weer via de binnenbochten in de buurt komen? Het lijkt er wel op. Dan zou dit een mooie strijd kunnen worden. Met een rondje 28-0 voor Bogov. Een rondje 28-1 voor Verhoef. Die misschien de kruising nu wel achteraan kan duiken. Heeft hij nog wat over? Of rijdt Bogov bij hem weg? Het wordt spannend gezien de afstand tussen beide heren. Maar inderdaad, wat je zegt, de laatste binnenbocht voor Verhoef, duikt hij daaronder. Het lijkt erop dat Bobov de voorsprong houdt. Het komt echt aan op de laatste meters, maar die zijn dus toch voor Bobov. We krijgen een tijd van 1:16:27, dat is de snelste tijd. Maar nog steeds staat het baanrecord van Maiko Voets. Dat scheelt niks. Want het is 1:16:05 voor Maiko Voets. Ze staat dus in vijf jaar geleden, 2015. Maar die staat nog steeds genoteerd als baanrecord hier op het winderige, ja, op de winderige Jaap Edebaan. Hoge windsnelheden worden hier bereikt. De vlag waar we naar kijken, die staat regelmatig strak. En daar hebben de schaatsers vaak last van. Daar spraken we net nog over in de Jaap. Dat is het restaurantcafé. Ja. Dat toch wel behoorlijk van invloed is. Maar we zien het nu ook aan de takken die over de schaatsbaan waaien. We gaan door naar de volgende rit. Wederom een Nederlander. Watse Vermani tegen Jan Swiatek uit Polen. Ja, je ziet nu echt wel dat de wind nog harder gaat waaien. Het wordt grijzer. En we zien dat daar mannen naar binnen worden geroepen. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Het lijkt erop. Ze trekken ook weer die jackies aan, inderdaad. Het lijkt erop. Het is gaan regenen ook inmiddels. Ja, dat was de verwachting ook wel. We begonnen vandaag met een heerlijk zonnetje. Maar van die zon is er weinig overgebleven. Het zijn weer ouderwetse winterse omstandigheden. In ieder geval qua wind en qua regen. Ja, dat komt dichter bij de herfst natuurlijk. Ja, nou, die is nog ver weg. Dat hopen we wel, ja. Dat hopen we wel. We hopen een beetje richting de zomer te gaan. Maar daar lijkt het op dit moment niet op. Het is even onduidelijk wat er nu aan de hand is. Gebeurt dit vaker? Ken jij dit? Nou ja, ik ken het wel vanuit het skileren. Bij regen moet eerst de baan droog zijn. Maar ja, dat is bij het schaatsen niet het geval. Nee, want we hebben heel wat regen op de baan zien vallen de afgelopen jaren. En toen werd er ook gewoon geschaatst. Onder andere gisteravond op de 10 kilometer bij de heren en de 5 bij de vrouwen. Toen plenst het ook behoorlijk.
Ja, en op buitenijzen. Ik denk dat ze eigenlijk meer om de bladeren en de takken de wedstrijd even stilleggen. Waar die het ijs op zijn gewaaid. En we zien daar een coach met een soort van zwiffer op het ijs. Lijkt de coach van de Duitsers. Als ik het zo goed kan zien vanaf onze positie. Terwijl we toch zien dat de Nederlandse heren, die we in rit 5 straks terug gaan zien, zijn zich ook al gereed aan het maken. Ja. Er ligt natuurlijk te veel op de baan. Er is veel troep gewaaid op de baan. Dat zal natuurlijk de reden zijn. Takken, bladeren en weet ik wat nog meer erop ligt. Die worden eraf gehaald. En dat is dat is dan toch het nadeel van een buitenbaan zoals deze Jaap Edebaan. Het heeft mooie omstandigheden, in ieder geval qua plaatjes op televisie ziet het er geweldig uit. Maar het is zeker van invloed op het schaatsen. En er wordt nu voor alles aangedaan om de baan schoon te maken. Bezems, trekkers, alles wordt uit de kas gehaald om het schaatsbaar te houden. Ja, we gaan kijken naar WK Curling voor studentencoaches. Ja. Wie haalt de meeste takjes en blaadjes van het ijs af? En dat meisje probeert het met haar hand. Dat lijkt me heel kwijt om dat allemaal met je hand vanaf te halen, want er ligt heel wat op de baan. Ja, alle hulp komt nu uit alle hoeken. En het is vooral de bocht voor de finish. Ja, waar de bomen ook dicht op het ijs staan en de wind komt vanaf die bomen richting het ijs. En je ziet hier ook nu de vlaggen in beeld. En dan zie je toch wel dat aardig wat wind staat. Het is dus even afwachten op het moment. Hoe laat wij weer verder gaan met de vierde rit. Bovenaan staat nu Yevgeny Bogov uit Wit-Rusland met een tijd van 1:16:27. Ja, ik zit nu even te kijken naar mijn collega, want we hebben nog steeds een behoorlijke echo op onze koptelefoon. Dus daar wil ik eigenlijk even wat aan gaan doen, aangezien we toch aan het wachten zijn op de volgende rit. Ik heb niet het idee dat zij met een paar seconden weer gaan herstatten. Ja, we hebben inmiddels weer goed geluid, maar ik begreep dat daar op onze livestream weinig last van was. Wat betreft het schaatsen, ja, er liggen natuurlijk veel benden en troepen en takjes en bladeren liggen op de baan. We hebben te horen gekregen, dat heeft de speaker hier omgeroepen op de Jaap Edebaan, dat er gedweld gaat worden. Ja, klopt. En dat zodoende alles van de baan wordt gehaald. Ik hoop niet dat dat een terugkerend gebeuren wordt, want het waait natuurlijk behoorlijk, dus er zal nog constant wat van uit de bomen en dergelijke vallen. Maar goed, daar gaan we dus even op wachten. Dus het duurt nogal weer even voordat de heren, we waren begonnen aan rit 4. Dat betekent dus Watse Vermaning en Jan Swiatek die ook klaar stonden. Maar dus even wachten voordat zij weer opnieuw op de baan verschijnen. Hoe lang dat precies gaat duren, dat weten wij ook niet.
Maar dat zal zeker wel een minuut of 5 of 10 gaan duren, verwacht ik zo. Ik denk wel richting de kwartier tot 20 minuten. Want ook de blokjes gaan er weer af worden gehaald en moeten straks weer opnieuw gelegd worden. Dus u kunt rekenen op een pauze van 15 tot 20 minuten. Yes, tot zometeen.